Tweede keer. Ik heb mijn doggy hier bij mij. Ik zit boven, dus dat betekent een Q&A. Ik weet wel niet of het licht heel goed is. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Wacht, that's better. Daar. Iemand die denkt dat mijn bed van haar is. Maar ja, zo staat de camera beter. Kunnen jullie mij beter zien? Dus dit gaat een Q&A zijn. Ik had op Instagram gezegd van stel maar vragen die je wilt. Allemaal random vragen. Hebben mensen ook duidelijk gedaan. Ik heb daar een top 20 uitgenomen. Ook dingen die ik eigenlijk een beetje ongepast vond. Maar mensen met, allez, ik had gezegd random questions, dus... Ik kan er geen commentaar op hebben. Het is niet dat het onbeleefd is, maar gewoon iets wat je niet zo vraagt, denk ik dan. Maar ik ga er toch op antwoorden. Laten we eraan beginnen. Eens kijken. De eerste vraag. Waarom vlog je? Ja, ik vlog omdat ik dat wel fijn vind om content te maken. En ook... Gewoon, ik vind het fijn om te doen, voor de camera praten. Ja, dus... Ik vind het heel interessant, super fijn om te doen. Het voelt goed om dat te doen, het voelt niet oncomfortabel. Ik probeer wel zoveel mogelijk mijn familie erbij te laten, omdat ja, zij er niet voor gekozen hebben, ik wou dit doen. Dus, is iemand mee aan het kijken? Dus ja, daarom... doe ik het dus. Dat is echt wel iets wat ik leuk vind. Dan zijn de volgende twee vragen iets minder vragen wat ik iets minder leuk vind. Maar ik ga er toch op antwoorden. En dat is, zit je op Tinder? Nee, ik zit niet op Tinder. Daar zit ik helemaal niet op. Ik zie daar het nut niet van. Ik heb zoiets... Mensen die dat doen, geen probleem. Allemaal respect voor. Ik weet dat mensen daar al heel gelukkig zijn uitgekomen. Maar ik ben daar voor mezelf geen pro voor. En zeker niet op dit moment. Ik zit nu op dit moment in een heel goeie moment in mijn leven. Alles gaat goed. Ik ben gelukkig. Ik voel me goed. Dus ik wil dat ik even zo houden. Ik zie wel... wat op mij afkomt. Ik ben ook zo iemand van... ik kijk liever wat op mij afkomt... dan... te snel gaan naar zoeken... of weet ik veel wat allemaal gaan doen. Zo ben ik niet. Ik zie wat op mij afkomt. Maar alle respect voor mensen dus die op Tinder zitten. Om de volgende vraag... ben je gelukkig? Ja, heb ik eigenlijk al een antwoord. Ik zit op dit moment in een hele goede fase van mijn leven. Alles gaat goed... Ik ben dus eigenlijk super gelukkig. Corona heeft wel een paar van mijn plannen en families plannen door één gegooid. Maar iedereen zal er wel terug bovenop komen. Maar natuurlijk, als ik op jullie vraag moet antwoorden, ik ben super gelukkig. Iedereen heeft wel zijn ups en downs, maar dat betekent niet dat ik ongelukkig ben. Ik heb een heel goede thuis. Omstandigheden waarin ik leef zijn ook heel goed. Dus ik mag zeker niet klagen. Want er zijn veel meer mensen wat het moeilijker hebben en zwaarder dan wie dan ook. De volgende vraag is, wat doe je in je leven? Ik denk dat dat meer zoiets was wat ik in mijn vrije tijd of zo doe, denk ik. Ik doe in mijn vrije tijd, op dit moment doe ik niks. Ja, corona, maar ook wat ik vorig jaar heb meegemaakt... Normaal deed ik allemaal modeshows. Ik gaf ook deels les in de modellenwereld.
Dus ja, dat deed ik allemaal in mijn vrije tijd. Vroeger heb ik nog gedanst, heel veel. Ik heb modern, ik heb jazz, hip-hop, rock en roll heb ik wedstrijd gedanst. Maar ja, dat waren zo de dingen die ik deed. En nu ben ik terug, probeer zo sterk mogelijk als ik nog kan worden. Want de kans is klein dat ik terug 100% mijn oude lichaam terugkrijg qua kracht. Dus dat is wel een beetje teleurstellend, maar ik geef zeker niet op. Ik blijf oefenen, ik blijf mijn lichaam proberen sterker te maken op de punten waar het kan. Omdat ik heb een doel voor ogen. En dat, zo ben ik wel. Als ik een doel voor ogen heb, wil ik er ook wel echt naartoe werken. Dan doe ik er alles aan om er te geraken. Daarmee dat ik nog altijd aan het revalideren ben. Ook in corona, ik heb gewoon door mijn oefeningen gedaan. Ik heb materiaal gekregen. En ben gewoon blijven doorgaan. Want ik vind het echt wel belangrijk dat je blijft vechten, blijft doorgaan. Want het is toch wel ja, mijn toekomst wat ervan afhangt. Ik ben ook nog jong, hè. Ik ben nog maar 19. Dus als ik nu al moet zeggen, oké, ja, fuck, ik geef alles op. Dat gaat niet, zo werkt het leven niet. Ja, je kunt dat doen, maar ik wil zo niet zijn. Ik bedoel, ik heb nog een heel leven voor mij. Opgeven staat niet echt in mijn dingen. En zo ben ik ook eigenlijk niet opgevoed. Gewoon blijven vechten, zolang het kan. Dan de volgende vraag, want ik blijf nu lang op één vraag. Wat kijk je op Netflix? Ja, wat kijk je op Netflix? Netflix kijk ik. Ik heb Suits, de 7 seizoenen uitgekeken. Dan, ja, ik kijk ook verschillende films. Gelijk gisteren heb ik. Oh, hoe heet die film weer? We gaan die straks opnieuw kijken. Ik had die gisteren met die kameraden wat langs daar gekomen gekeken. Ik weet het niet meer. En dan heb ik Suits, de 7 seizoenen gekeken. Ik heb de eerste 2 seizoenen van Keeping Up with the Kardashians gekeken. Ik had die al ooit gezien op, denk ik, MTV of ik weet het gewoon niet. Ik heb dat ooit al gezien. Wat heb ik nogal gekeken? Ik heb nog een paar dingen gekeken. Maar ik kijk eigenlijk gewoon, ja, ik kijk wat er de nieuwe trends zijn van hier in België. Maar ook ga ik kijken van wat interesseert mij er. En ik klik iets aan. Ik kijk 1 aflevering. Als ik zeg, dat is niks voor mij, dan zet ik dat af. Dus zo kijk ik eigenlijk meer. Af en toe zet ik ook op Instagram van wat zouden jullie aanraden om naar te kijken. Wat is interessant. Maar voor de rest, ik heb echt niet vaste dingen. Op Netflix zeker niet. Ik kijk gewoon zo. Ook films, go with the flow. Kijk wat erop is. Kijk wat me interesseert. Ik ben iemand die blijft zoeken, blijft zoeken. Ik niet meer zo. Als ik iets zie wat interessant vind, dan ga ik dat kijken. Ook als ik iets, zoiets heb van, oh, wat is dat? Ik kijk dat niet interessant, zet ik het af, anders kijk ik het uit. Ik ben zo meer iemand, ik ga niet mijn tijd verdoen om de hele tijd te zoeken naar iets. Maar Netflix is wel best fijn om naar te kijken. Je hebt ook verschillende keuzes en zo, dus ik ben wel best tevreden dat ik er naar kijk. Dan de volgende vraag is, wat vind jij van de coronamaatregelen in België, denk ik dan dat ze bedoelen? Ja, ik vind dat wel belangrijk dat dat gevolgd wordt. Gewoon, er wordt niet veel gevraagd eigenlijk, een mondmasker op hebben in winkels of als je ergens naartoe gaat. Niet boven mensen te hangen, afstand houden van elkaar. En ik weet dat dat soms wat tijd verdoet, maar ik ben ook al naar de winkel geweest. Mensen houden echt heel weinig afstand en dat vind ik echt niet fijn. Ik voel me daar heel ongemakkelijk bij als mensen zo bovenop komen hangen. Ik weet, ik vond het zelf ook soms frustrerend dat je moet wachten als mensen in de weg staan of als ze er met te veel in een rek staan, hè, dat je dan wacht en of dat er nog mensen wachten en dan moet jij daar nog eens achter staan. Oké,
Allee, dat is soms wel frustrerend, zeker als je door moet doen. Maar ik heb zoiets. Het zijn andere tijden. We zijn niet meer in het gewone leven. Het is 2020, het speciaalste jaar wat ik ooit heb meegemaakt. Het is zwaar voor iedereen. Bij iedereen ook op een andere manier. Sommigen hebben grootouders of ouders verloren. Andere mensen zijn doodziek en zijn ook altijd aan het revalideren. Omdat ze nog ademmoeilijkheden hebben, kunnen minder bewegen, zijn rap moe. Je hebt nog mensen die nu nog altijd ziek zijn. Mensen die hun werk zijn verloren. Je hebt mensen in de zorg of in de winkels die het altijd zijn blijven moeten doorwerken. Je hebt zelfstandigen die faillissement hebben moeten aanvragen door de sluiting. Mensen die hopen dat het niet meer gaat gebeuren in een tweede lockdown, want dan zijn ze failliet. Dus ik denk dat iedereen wel met angsten zit. Niet per se voor het virus, maar voor wat gaat het virus nog met mij doen? Dus ja, ik denk dat iedereen op een andere manier angst heeft. Maar ook iedereen heeft het zwaar gehad. Ook voor de studenten was het zeker niet gemakkelijk. Ik heb het ook meegemaakt, het was niet echt gemakkelijk. Altijd. Mijn broertje in het eerste middelbaar ook echt niet gemakkelijk. Zeker omdat in het eerste middelbaar kom je na kerstmis er eigenlijk pas in. In die hele middelbaar, hoe moet ik leren? Hè? Zo, daar kom je eigenlijk pas in. En dan een lockdown waardoor je niet meer op school uitleg krijgt, alleen via de computer. En dat is niet altijd duidelijk. Dat is heel zwaar. Voor veel mensen, mijn broer kan nu wel goed leren, maar dat is niet voor iedereen zo. Mijn mama en ik waren er om, als ze een vraag had, om extra ondersteuning te geven. Maar dat kunnen alle ouders niet bieden. Niet iedereen kan een kind helpen en dat is wel ja, stresserend voor veel mensen, denk ik. En het is niet gemakkelijk, coronatijd. Het is niet gemakkelijk. Ik ben blij dat ik geen zelfstandige ben nu. Want als je begint zelfstandige zijt, is de kans zo groot dat je faillissement moet aanvragen. Ook al ben je lang bezig, kan het ook nog. Er is bijna geen enkele zaak of business dingen dat zich kan permitteren om de tweede keer achtereen gesloten te moeten zijn. Ik denk dat er dan bijna niks meer bestaat in de wereld. Al die restaurants, bedrijven, kappers, schoonheidsspecialisten. Zelfstandige winkels, kledingswinkels, juweliers. Ik denk dat dat allemaal dan failliet gaat gaan. Dus dat is eigenlijk bijna onmogelijk om een tweede lockdown te gaan. De volgende vraag. Gedraag je anders op camera dan in het echt? Gedraag mij zeker niet anders. Helemaal niet. Ik voel me eigenlijk vrij comfortabel hier. Ik moet me niet anders gedragen. Je hebt altijd mensen die haters zijn, die commentaar hebben. Waarom doet jij dit? Voor wat is dat nodig? Of vinden dat je het misdoet of zo. Maar ja, dit kan me eigenlijk geen dingen schelen. Ik wil dit doen. Ik kies waarom ik het doe. Ik kan ook zeggen, ik doe het niet meer. Allee, dus dat beslis ik eigenlijk allemaal gewoon zelf. Dus ik vind het eigenlijk wel oké, en ik gedraag me echt niet anders. Omdat ik denk dat het ook niet nodig is om fake te doen. Je zijt wie je zijt. Als mensen u daarvoor niet naar je video's willen kijken, oké, whatever. He, want dan gaan ze naar iemand anders. Punt uit. Maar ik vind het gewoon ja, fijn om te doen. En ik ga me zeker niet anders gedragen. Ik doe dat nu niet en ik ga dat nooit doen. In het begin is het wel moeilijk zo wat afstemmen van ja, wat kan ik doen, wat mag ik doen. Dan ben je wat verlegen, zou ik wel durven zeggen. Maar nu, ja, ik doe dat nu toch al 2 maanden, 3 maanden. En ik voel me echt beter op mijn gemak. Het is fijner, het voelt goed. Maar dat is eigenlijk gewoon inkomen in wat je doet. En dan gaat dat wel gaan. Dan de volgende vraag. Oei, wat heb ik gedaan? De volgende vraag is: wat is je lievelingseten?
Ik heb niet echt iets specifiek wat ik als lievelingseten heb. Ik eet bijna alles, kun je wel zeggen. Buiten smeerboter en gewone koude kaas. Gewoon gesmolten kaas of bij recept of croque-monsieur met kaas eet ik allemaal, maar gewoon zo puur. Of smeerboter voor op de boterham eet ik niet. De rest eet ik eigenlijk alles. Van groenten, van eten. Maar ik eet wel graag Italiaans. Ik eet ook heel graag Spaans. Ik eet ook wel graag sla of zo. Zo'n slaatje vind ik super lekker. Ik probeer ook wel altijd gezond te eten. Zo zijn wij eigenlijk ook wel opgevoed van het is belangrijk om altijd gezond te eten, gezond te leven, genoeg te bewegen. Daarmee, ik eet elke dag fruit, ook elke dag een yoghurt of zo, of yoghurt met fruit, of met muesli, of weet ik veel wat. Maar echt lievelings weet ik niet, ik eet echt veel en graag. Maar ik lust ook veel en dat is ook wel fijn. Maakt het ook gemakkelijker om ergens te gaan eten of zo. Dan de volgende vraag was: wat is je lievelingsmuziek? Ja, ik heb niet echt een lievelingsmuziek. Ik hou van alles. Wat op de radio komt, dat luister ik. Wat ik zie voorbij komen op Spotify, dat luister ik. Ik hou niet echt specifiek van iets. Ik luister naar van alles. Als ik een favoriet nummer heb, dan zet ik dat vaker op. Wat ik op de radio heb gehoord of zo. Maar het is niet dat ik echt één zanger of één band heb dat ik zeg: wauw, daar wil ik altijd maar naar luisteren. Vroeger was dat wel meer, maar daar ben ik zo wel wat uitgegroeid. Dus ja, ik luister eigenlijk naar bijna alles, kan ik wel zeggen. Er zijn soms ook gewoon liedjes wat ik heb van: was dat? Daar wil ik niet naar luisteren. Dan zet ik de radio gewoon zachter. Op Spotify, dan skip ik dat. Maar voor de rest luister ik eigenlijk in het algemeen alles graag. En ik vind het ook niet mis, dan kun je van mood af en toe wisselen. Zalig. Ik kan eigenlijk wel zeggen dat er bepaalde genres zijn waar ik wel naar luister. Ja, sowieso in het algemeen wat op de radio komt, zoals ik juist zei, maar ook van foute muziek. Laatst was een foute party hier in quarantaine. Ik heb gewoon meegedaan. Zalig vind ik dat. Zo even stand op nul, losgaan. Maar voor de rest, ik luister wel eigenlijk alles buiten zo hardcore of zo. Dat is niet echt zo mijn ding. Of metal muziek. Maar voor de rest, alles luister ik wel. Het is echt gewoon hoe mijn mood is, luister ik naar muziek. Daar hangt dat eigenlijk van af. Dan de volgende vraag is: ben je vrijgezel? Ja, ik ben vrijgezel. Ik vind het ook een beetje een rare vraag om te stellen, maar oké, okay, ik had gezegd random questions, dus ik heb geantwoord: ik ben vrijgezel. En ik wil het ook nog even zo houden, wou ik zeggen. Ik ben niet van plan om direct te daten. Zoals ik al zei, ik zie wat op mij afkomt. Ik ga niks forceren. Ik ga niemand zoeken. Het is gewoon go with the flow. Kijken wat op mij afkomt en we zien wel wat er gebeurt. Maar nu is het belangrijk gewoon dat ik mij ga richten op wat ik wil in de toekomst. En de rest komt wel vanzelf. Dan, hoe oud ben jij? Ja, ik ben van 2000, november 2000, dus kunt je tellen. Nee, ik word 20 dit jaar. Ik ben een novemberkindje, een schorpioeneke. Maar ja, ik word 20. Dus al bijna 20 jaar. Eigenlijk kan ik dat niet geloven. Veel mensen van mijn leeftijd hebben nu zoiets: oh ja, al 20 jaar. Ook wel, ja. Wij zijn niet oud of zo, dat zou ik zeker niet zeggen. Maar zo 20 jaar nadat dat eigenlijk al snel voorbij is gevlogen. Is niet te geloven. Het is ook wel een heel speciaal jaar om in te verjaren. Om 20 in te worden. In 2020 ben ik afgestudeerd. Ik word 20. Dat is ja, echt raar. Heel raar. Dan, wat is jouw favoriete vakantieplek? Mijn favoriete vakantieplek, moet ik toegeven, is Ibiza.
Heb ik al gezegd in een van mijn vorige video's. Ibiza, ik ben daar verliefd op geworden. Ja, dat zit ook een beetje in de familie. Mijn papa was er ook helemaal verliefd op. Die vond dat ook geweldig. Heel veel mensen denken van Ibiza, oh, dat is een discotheek, dat is op stap gaan, daar is geen rust. Maar dat is niet zo. Dat is één leugen. Dat is gewoon de zaligste plek om te zijn op de wereld, denk ik. Die mensen zijn zo beleefd, zo vriendelijk, zo zorgzaam. Daar kunnen wij hier in België echt iets van leren. Vorig jaar toen ik in de rolstoel naar Ibiza was, de mensen sprongen bijna voor een auto om mij nog over de stoep te laten gaan. Als ik in een winkel moest met trappen, die mensen van de winkel of gewoon mensen die daar aan het shoppen waren, namen mijn rolstoel en zetten mij in de winkel. Zo gaat dat daar aan toe. En hier in België is het andersom. Dan moet jij bijna op straat gaan lopen, zodat zij maar op de stoep kunnen lopen. Dus die logica ligt daar veel beter. Mentaliteit is daar ook anders. Ja, dit is echt mijn favoriete plek. Dat is echt waar ik tot rust kom, waar ik me goed voel. Zalig vind ik dat daar. Dan, wat ga je in de zomer doen? Deze zomer eigenlijk. Ik denk dat we weggaan, ja, maar dat gaat dan alleen België of Nederland zijn, niet verder. Met corona ook een beetje wennen aan de nieuwe mentaliteit nu door corona. Alles is anders, mensen gedragen zich anders, iedereen voelt zich anders. Dus dat is wel speciaal, zou ik zeggen. Maar voor de rest gaan we niet veel doen. Misschien Paradise of zo, dat zouden we misschien ook nog wel doen. Maar ik denk voor de rest niet veel. Gewoon kijken, ook weer go with the flow, kijken wat er doenbaar is, want ja, je moet ook rekening houden. Komt er weer een lockdown? Gelijk in Portugal is er nu ook een lockdown van 2 of 3 weken. Ah, maar als je dan vakantie hebt, kun je ook niet gaan, dus daar moet je ook een beetje rekening mee houden en dat doen wij ook. Dan de volgende vraag hoort er eigenlijk een beetje bij: gaan jullie naar het buitenland? Ja, naar Nederland zouden we willen gaan, maar ik denk niet echt verder. Maar we moeten nog alles rustig bekijken. Dan, wat ga je nu doen nu dat je bent afgestudeerd? Ik ga verder studeren. Ik ga marketing doen. Super blij dat ik dat ga doen. Dat is echt wel een richting wat mij aanstaat. Ik weet heel veel mensen zeggen, amai, dat is echt iets helemaal anders. Je bent kapster, je bent salonverantwoordelijk en opeens gaat jij studeren voor marketing. Maar nadat ik vorig jaar dat heb meegemaakt, ben ik wel even met mijn voetjes op de grond gekomen. Echt met mijn twee voetjes op de grond. Heb ik beseft van dat het wel belangrijk is om te weten wat je aan kunt en wat je wilt doen in de toekomst. Ik doe mijn kappersberoep zo graag. Maar ik heb ook beseft dat mijn lichaam dat misschien niet meer 100% gaat toestaan, waardoor ik niet hele dagen kan gaan werken en dat wil ik niet. Want ja, brood moet op tafel komen. Dus daarom ga ik marketing studeren. Als ik nog ooit een eigen salon wil beginnen, gaat dat. Want ik weet dan hoe ik mijn eigen content moet maken, websites, reclame, al die dingen. Is zo gemakkelijk om dan te doen voor mijn eigen bedrijf. En marketing kun je zoveel richtingen, zoveel kanten uit. Dus ja, ik heb er enorm veel zin in om dat te doen. Het was super interessant. Het voelde ook echt iets wat ik graag ga doen. En ik zie wel wat op mij afkomt. Heb ik weer zo in mijn achterhoofd. Dus dat gaat eigenlijk wel allemaal lukken. En dan was de vraag, de volgende vraag, ga je werken? Ja, dat hoort er eigenlijk bij. Nee, ik ga niet direct werken. Ik ga studeren eerst. Dus dat ga ik doen. Ik denk dat het misschien wel kan zijn dat ik student onderneming erbij neem.
Doordat ik afgestudeerd ben en door heel de jaren de kapsrichting gedaan te hebben, heb je toch automatisch al klantjes, mensen die graag voor hun haren bij u komen, die content zijn. Dus ja, dat zorgt er wel echt voor dat ik toch af en toe iemand zijn haren moet doen. Maar we zullen zien hoe dat allemaal gaat gaan. Voorlopig gaat het gewoon studeren zijn en daar ga ik mij op focussen. En de rest zal wel komen zoals het komt. Maar we gaan gewoon alles rustig bekijken. En eerst nu genieten van de zomer. Want het is een heel stressvol jaar geweest. Dus ik verdien het wel echt om een zomer te hebben met hopelijk heel veel zon. Maar tot nu toe ziet het er zo niet naar uit. Veel regen en niet zo warm, want vandaag is het ook niet echt warm, maar 17 graden. Dus vandaag is het niet warm, maar we zullen zien. Dan de volgende vraag is, wat is je lievelingsmuziek? Oh, dat is een rock geweest, denk ik. Oei, dat heb ik niet gezien. Dan, hoeveel huisdieren heb je? Ik heb 2 huisdieren. Mijn doggy die hier ligt. En dan mijn katje van 10 jaar wordt ze dit jaar een rosse. Wij noemen ze ook wel de rosse Modest. Dus ja, een katje en een doggy. Ik heb vroeger ook nog huisdieren gehad. En dat hoort eigenlijk bij de volgende vraag. Heb je vroeger toen je klein was ook nog huisdieren gehad? Ja, ik heb ook nog huisdieren gehad. Toen had ik ook een roze kat. Dit is een katin, dat was een kater. Ook een super lief beest, ben ik mee opgegroeid. En dan had ik ook nog een lassie. Maar die is gestorven aan kanker toen ik 6 was. Dus dat was eigenlijk de hond waar ik mee ben opgegroeid. Zij is 5 jaar, dus dat is nog niet echt iets waar ik mee ben opgegroeid. Maar het is ook mijn moeilijke. Het is ook echt mijn babytje. Ik hou zielsveel van mijn beestjes. Beestjes zijn zo gelijk uw kindjes, zagen ze wel. En dat is ook wel zo. Voilà, dat is mijn kindje. Die daar nu ligt als een baby. Maar ja, dus ik heb 2 beestjes nu. En vroeger heb ik ook 2 gehad. Voordat ik er was, ofwel heb ik dat nog meegemaakt toen ik baby was, waren er denk ik 3 of 4 katjes. Maar ja, dus nu heb ik 1 kat en 1 hond. Ik ben super blij. Dan de volgende vraag is, in welk land woon je? Ik woon in België, als jullie dat nog niet wisten. In België woon ik. Ik zou het liefst wel in Ibiza wonen. Zoals ik zei, dat is het land waar ik tot rust kom, waar ik me goed voel. Mijn droomplaats om te wonen. Dus ik woon in België, in Limburg om specifiek te zijn. Het juiste plaats ga ik niet zeggen. Ook gewoon een beetje privacy voor de rest van mijn familie. Maar ik denk dat sommigen van jullie dat wel al weten waar ik woon. Dus ik woon in België. Met het slechte weer, altijd. Niet zo interessant. Het is frustrerend. Ik heb deze 2 weken vrij. En dan regent het. Woehoe, en is ijskoud. Jee, winter in de zomer. Maar dat waren mijn 20 vragen die ik had gekregen. Die komt echt niet graag op camera of op foto, hè. Maar ik ga bij deze ook deze vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het interessant, mijn 20 vragen. Mocht zeker ook in de comments laten weten of jullie nog eens een Q&A willen. Ook of jullie nog ander soort vragen willen of ander soort video's van mij willen zien.
Ik vond het wel best interessant wat jullie vraagden. Sommige vragen had ik echt niet verwacht, andere misschien toch wel een beetje. Maar ik heb hopelijk op alles duidelijk genoeg info gegeven. Meer kon ik er niet over zeggen, meer valt er ook niet over te zeggen. Is mij. Oh. Kijk hoe schattig. Kijk hoe schattig. Mijn doggie. Maar dus meer valt er niet over te zeggen. Dus vergeet zeker niet te abonneren. Doe thumbs up en klik op zijn bel als jullie melding willen krijgen van een nieuwe vlog. En dan zie ik jullie in de volgende vlog.